29 april vond in Brussel de jongste editie van Vacature Talentum plaats. Meer dan 100 bedrijven en organisaties uit zowel de privé als uit de openbare sector nemen hieraan deel. Vacature Talentum is daarmee de grootste recruteringsbeurs van België. Vandaag zijn hier op deze beurs 116 bedrijven aanwezig. Dat is heel veel, dat is een recordaantal. Dus we zijn nu aan onze derde editie toe. En we hebben nooit eerder trouwens, nergens in dit land, zoveel bedrijven samen op één recruteringsbeurs voor hoger geschoolden gehad. Ruim 7000 bezoekers vonden hun weg naar Brussels Expo om er kennis te maken met potentiële werkgevers. Vooraf hebben er zich 6500 MV's ingeschreven, ook weer een recordaantal. En dan zijn er nog een boel mensen, naar schatting rond de 1000, die hier vandaag zelf naartoe komen en die zich ter plaatse nog kunnen registreren bij ons. Je vindt hier heel diverse soorten functies voor alle leeftijdscategorieën en voor allerlei soorten diploma's en functies. Natuurlijk, het hangt een klein beetje samen met de schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor je natuurlijk extra aandacht hebt voor ingenieurs, ICT'ers, financiële profielen, maar toch ook de andere profielen worden hier duidelijk door de bedrijven gezocht. Ik ben op zoek naar iets in de commerciële, administratieve wereld, maar ik weet nog niet net wat, dus zo'n beurt is wel ideaal voor mij. Eigenlijk, ik ga een beetje op de stand af. Heel veel openstaande vacatures. En heel veel gemotiveerde mensen eigenlijk om u te helpen, zal ik maar zeggen, naar een nieuwe job of naar een job. Ik moet zeggen dat dit wel de leukste is tot nu toe, de grootste en met het meeste aantal bedrijven, een variëteit aan bedrijven. Wel, er zijn een aantal standen die heel proactief te werk gaan, of een aantal recruteerders in ieder geval. Zij stellen zich op langs de buitenkant van de stand, spreken ook mensen actief aan. Hè. Dus in plaats van te zitten afwachten van komt de kandidaat bij ons binnen, gaan ze zelf heel actief te werk. Aantrekken van kandidaten tegenwoordig, de dag vandaag, is eigenlijk ook een vorm van verkoop en een vorm van marketing. En bedrijven moeten zich daar goed bewust van zijn dat het op die manier ook het beste werkt en dat ze dan ook het meeste volk op hun stand krijgen.